Oké, dit is Rili TV en ik zit nu in een tuk-tuk en ik ga een rondritje maken van ongeveer een half uur. Je kunt zien dat ik hier zelf zit. Mijn collega's staan hier langs de kant te filmen, die genieten ervan en we gaan een tour maken. Oké, okay, you can go. Bye-bye. Oké. Okay. Hurry your back. Ciao. Oké, okay, ciao. Dat het hier hartstikke druk is, maar het zit eigenlijk best lekker in zo'n tuk-tuk. Het is redelijk comfortabel, het is nog niet eens zo heet. En het is een heel speciaal geluid. Ik heb gevraagd om een rondritje van een half uur, dus ik denk dat ik me wel uitstekend zou kunnen vermaken hier. En ik ga eens even kijken hoe deze beleving is. En dan is het straks allemaal te zien op Riri TV op YouTube. Yeah, just driving around. Just driving around. And I can make pictures for my family. Het is hartstikke leuke ervaring dit. We zitten dus nu midden in Mumbai. Het is eigenlijk ook best wel lekker cool om hier te zitten. Ook dat er maar weinig ruimte nodig is voor zo'n tuk-tuk. Hij kan overal tussen. Echt geweldig voor in de drukke stad. Je ziet wel overal veel uitlaatgassen. Allemaal motors en tuk-tuks die rondrijden. Dus de lucht is niet echt geweldig om in te ademen. Maar het is een auto eigenlijk ook zo. Hij heeft een speciale meter waarop de kosten worden bijgehouden. En om aan te geven dat deze tuk-tuk bezet is. Dit is echt reizen in de Indiase stijl. En ik mag wel zeggen dat het best aangenaam is.